was 21 december en de Lapis Jeruzalem lag aan Harold's voeten. De donkere grot werd schaars verlicht door een batterij fakkels die professorisch aan de wanden waren bevestigd. Met het daglicht dat vanuit de ingang achter mij diffuus doordrong in de holte, deed de gegraven grot mij nog meest denken aan de Gouvre de Pagirac in de Dordogne. Een enorme sinkhole waar het daglicht vanuit een relatief klein gat in het grotplafond de bodem spaarzaam verlichtte. Harold stond in het midden en droeg zijn ceremoniële tenue, waarbij met een pictogrammen versierde metalen borstplaat schuilging achter het rode kazuifel. In het licht van de flakkerende fakkels zag hij er met het bizarre masker onheilspellend uit. De grootcommissarissen hadden zich eerbiedig om hem heen geschaard. Er heerste een doodse stilte in de grot. De Lapis Jeruzalem lag nauwelijks zichtbaar in de harde bodem verscholen. Symbolen of een tekst waren er nog niet te zien. Ik schatte dat de stenen schijf een diameter had van ongeveer 110 centimeter en een dikte van ongeveer 15 centimeter. Hij was eigenlijk groter dan ik verwachtte. Vanuit de positie waarin ik stond, had ik een goed uitzicht op de steen en een van de broeders gaf Harold een hamer en een beitel en heel voorzichtig begon hij daarmee het puin om de schijf weg te slaan. Bij iedere slag zongen de broeders Diablo, Diablo, Diablo. Er verstreek zeker een half uur en nog steeds lag de lapis niet vrij. Er ontstond door het ritmische slaan van Harold een sfeer van trance onder de erudite aanwezigen. Bij iedere Diablo stampten de broeders met hun voet op de grond en veroorzaakten daarmee stofwolken waarmee de grot zich al snel verzadigde. Plotseling stopte Harold met slaan, pakte een borstel en veegde het gruis en stof eerbiedig van de lapis. Nog steeds kon ik niet zien of er een tekst op de steen was gegraveerd. Vanaf de binnenplaats brachten enkele mannen extra fakkels naar Harold. Deze werden rondom de stenen schijf geplaatst. Het werd nu doodstil in de grot. Harold boog zich nu langzaam over de Lapis Jeruzalem en ging met zijn buik over de rand van de steen liggen, waarbij hij ervoor zorgde dat de metalen borstplaat precies op het midden kwam te liggen. Hier lag hij dan, de Magnus Antichristus, de laatste antichrist die niet zou falen in het verkrijgen van de ultieme wereldmacht. Harold Arcik vormde hier in deze sinistere grot de wonderlijke apotheose van het kwaad op aarde. Voorzichtig richtte hij zich weer op en alle broeders verzamelden zich in een magische kring rondom de lapis. Van vier zijden werden fakkels boven de discus gehouden en ik hoorde het geluid van ontzetting die uit de groep wolven ontsteeg. Doordat ik nu geen zicht meer had op de magische steen, wist ik niet waarom en waarover ze ontzet waren. Eigenlijk had ik het mij allemaal heel anders voorgesteld. Op zo'n cruciaal moment in de wereldgeschiedenis verwachtte ik dat hier in Jeruzalem spontaan hevige donderslagen boven de stad zouden klinken, met felle bliksemstralen die de aarde en de gebouwen zouden doen splijten. Een aardbeving zou plaatsvinden, onmetelijk grote hagelstenen de huizen zouden geeselen, het bloed zou gaan regenen en het voorhangsel in iedere tempel zou scheuren. Maar het werd stil. Alleen Harold prevelde zachtjes de tekst van de lapis, te zacht voor mij om zijn woorden te verstaan. Na zo'n 10 minuten ging hij staan en richtte zijn woord tot de grootcommissarissen. Eeuwige broeders, laat ons aanheffen met Diablo super omnes speciosa. 3 keer herhaalden de aanwezigen de spreuk. Toen zei Harold: het is ons, de grootmeester en de grootcommissarissen van Le Fraternité de la Veuve Celtique, gegeven de machtige en eeuwige woorden te mogen ontvangen uit handen van de aartsengel Michael. Maar het zijn niet de woorden van God, maar van onze aloude meester Lucifer. Onze leider heeft ons met deze steen der wijze de wereldmacht geschonken en stelt ons daarmee in staat zijn opdrachten hier op aarde te vervullen. De magische spreuken zullen ons leiden naar de godenbergen in het noorden, waar zich de zetel bevindt die steunt op de 4 pijlers
kracht, macht, moed en bloed. Ik moest onwillekeurig aan de woorden van Klaus Ehrenburg denken en zijn macabere theorie omtrent de antichrist in Bad Godesberg. Eeuwige broeders, vervolgde Harold. De Lapis Jeruzalem geeft ons ook inzicht in de namen van Satan. Namen als Peter, John, Gerard, Loes, Angelo, Brigitte, David, Bill, Dette, Bo, Mark, Frank, Petra, Niels, Heinz, Claudia, Rijn, Vera, Cliff, Hugo, Michel, Satan. Het licht van de onderwereld heeft zich inmiddels in alle mensen op aarde gevestigd, woont in de ziel. Satan is de ziel, het wereldhuis waarin alle mensen zijn geworteld. Met de kracht van de woorden die ons vanmiddag deelachtig zijn geworden, heffen wij Azazel op uit deze mensenzielen en vormen daarmee de nieuwe wereldorde. Onze meester, als demiurg van deze vernieuwing, en nog goed, nog slecht. Eeuwige broeders, in de nacht van 24 op 25 december zal de schepping een aanvang nemen. Spoed u naar uw sectoren en volg de instructies die u vanavond uit handen van onze grootsecretaris, de gewaardeerde Sir Andrew Beal Atta, in verzegelde enveloppen zult ontvangen. Diablo super omnes speciosa. Luidkeels herhaalden de broeders de spreuk. Terwijl alle grootcommissarissen de grot uitliepen, kwam Harold naar mij toe. Zo, Hugo, nu loop jij er maar eens naartoe en betast de lapis. Het zal de enige en laatste keer voor jou zijn, helaas. Ergens mocht ik je wel. Je hebt doorzettingsvermogen en een scherpe geest. Geef je toch over aan onze idealen. Steun ons, je hebt het in je zitten. Door met Michel naar bed te zijn geweest, heb je jouw god al lang verraden. Eigenlijk ben je reeds een van ons geworden. Dien Satan en mij, en ik geef je het eeuwig leven op aarde. Ik zweeg en dacht aan de verzoekingen van de duivel, waaraan Jezus destijds in de woestijn blootstond. Langzaam liep ik naar de met fakkels omringde steen. Harold bleef bij de wand van de grot staan. Al bij mijn eerste blik op de lapis schrok ik. De tekst was in modern Engels opgesteld en bevatte zeker geen obscure magische formule. Huh? In het midden van de steen zag ik het Saturnus-symbool staan. Een kruis met aan de onderzijde een sikkel. Daaromheen stond de volgende tekst. Kronos. God, heerser van Saturnus en vader van Nibiru, beschermt de zielen van het licht. Het zijn deze die de 3,5 jaar van duisternis zullen overleven, de met licht getekende. Na 42 maanden zullen mijn commandanten de getrouwen verzamelen en een nieuwe, veilige wereld schenken. Dat is het, niet meer en niet minder. Een boodschap van hoop, geschreven in het Engels. Het leek een grap, een anticlimax, bedacht door die malotige FVC'ers. Als de tekst echt was, dan betekende dit dat de toekomst van de mensheid al duizenden jaren geleden bekend moet zijn geweest. En het lot van de mensen berustte dan op het principe van de predestinatie. Zelfs het tijdstip waarop de steen zou spreken. Daarom waren de Armeense mannen destijds ook niet in staat de tekst te begrijpen. Het Engels moest simpelweg nog worden uitgevonden. Ook begreep ik niet hoe het kon dat Harold een heel andere tekst in de steen had gelezen dan ik. Plotseling voelde ik de hand van Harold op mijn schouder. Kom met me mee, het is afgelopen, zei hij. Ik wreef nog een keer met mijn handen over de lapis. Wat gaan jullie in de kerstnacht uitspoken, vroeg ik hem. Dat waarover ik je verteld heb. In de afgelopen maanden hebben we het hele tempelcomplex ondermijnd met explosieven. Niemand op aarde zou willen dat Jeruzalem vernietigd wordt. Dat is punt 1. In de eerste 6 uren van die nacht zou alle elektronische apparatuur op aarde gestoord en buiten werking raken. Regeringen worden dan omvergeworpen. Er zullen massa's executies plaatsvinden. Bommen zullen ontploffen. En dan zal mijn beeld verschijnen op iedere televisie, computer en smartphone in de hele wereld. Van Tool op Groenland tot Hobart in Tasmanië.
pauzeerde even, kneep zijn ogen toe en zei op onheilspellende toon: "En dan zal de wereld mijn beeld aanbidden, omdat ik het nieuwe levenswater schenk aan de mensen." "En wat gebeurt er met de mensen die jou niet willen volgen?" wilde ik weten. Hij keek mij met zijn priemende ogen aan en zei: "Die worden onthoofd." "Relatief weinig hoor, want de afschrikking daarvan is groot. Nou, genoeg. Naar de kelder met jou."